De vraag van de week. Nou, allereerst wens ik iedereen een fantastisch 2020. Ja, de PvdA is voor een vuurwerkverbod. Maar er zal eerst heel goed gesproken moeten worden over hoe je dat dan gaat handhaven. Want dat zal niet meevallen, vooral hier in de buurt van de grens waar mensen in Duitsland hun vuurwerk kunnen halen. Nou, eigenlijk ben ik tegen verboden. Maar het vuurwerkverbod vind ik wel heel belangrijk, omdat het gewoon heel slecht is voor het milieu en alle dingen die erbij komen. Nou, ik ben er nog niet uit. Ik woon in Balgooi en de dorpen. En het is weer een hele andere materie in de dorp als in de grote steden. En ik ben er gewoon nog niet uit. Het is een heel moeilijk iets. We kunnen er niet onderuit dat heel veel Wiegenaren plezier hebben aan het afsteken van vuurwerk. Maar er wordt ook gewoon te veel vernield en overtredingen vinden plaats. Dus strenge handhaven, misschien vuurwerkvrije zones. En laten we Wiegen ook eens gaan proberen om een centraal vuurwerk af te gaan laten steken. Ik denk dat misschien dingen zijn die we eerst even moeten proberen en dan kijken of het... Of de overlast afneemt, maar het plezier moet ook blijven. Ik ben voor een vuurwerkverbod, alleen daar moet je wel bij bedenken, kan je het ook handhaven? En dat is op het ogenblik een heel groot probleem. Er is weinig politie, weinig handhavers, dus als we het doen, moet het goed doen. Ik denk dat een vuurwerkverbod op korte termijn onontkoombaar is. Als je ziet hoe de overlast is toegenomen, je ziet ook de stemming omslaan. Zowel onder de bevolking als binnen de politiek. En over 10 jaar zullen we zeggen van wat een idioterie dat er 10 jaar geleden dat allemaal vrij was met zoveel slachtoffers. Nee, het gaat er komen. Maar hoe snel het in Wiegen zal gebeuren, we zullen het afwachten. Ik ben niet specifiek voor een vuurwerkverbod in Wiegen. Ik vind wel dat er iets moet gebeuren. Als ik kijk naar de letsels die er zijn, de vernielingen en de overlast, dan denk ik wel dat er iets moet gebeuren. Maar alleen een verbod voor Wiegen, dat gaat het niet worden, denk ik. Dan zal er iets landelijks moeten gebeuren. Een traditie van zoveel jaar, John, moet je nooit in één verbod. Maar we moeten het wel reguleren en terugdringen. Want het loopt nou helemaal uit de hand en het is te gek voor woorden. Wat we aan het doen zijn, huizen die afbranden, vingers eraf, ogen weg. We moeten het reguleren. Dat moeten we doen. Nou, ik wil het toch iets nuanceren. Een verbod is nagenoeg niet te handhaven. Laten we alsjeblieft bij onszelf blijven en goed nagaan hoe je met vuurwerk omgaat. En elkaar ook vooral op houding en gedrag aanspreken. Waarvan krijgt u de positieve kriebels? Nou, dit is fantastisch. Dat hoor je vanavond ook weer met hoeveel mensen het in Wiegen goed gaat. Nou, daar kunnen wij van genieten. Het is natuurlijk jammer dat er nog steeds mensen zijn die niet mee kunnen doen in de samenleving. Nou, ik heb de indruk dat ik liefde moet zeggen. En dat zeker ook. Maar ik geniet ook heel erg van de creativiteit in mijn leven. Van heel veel creatieve dingen doen met mijn handen wapperen. En mooie dingen maken. Daar geniet ik heel erg van. Ik krijg de positieve kriebels van het mooie dat er nu een CPO komt. Dat de jongelui in Balgooi weer gaan bouwen. Er is enthousiasme. Er komt een mooie plek. Daar ben ik enthousiast over. En over mijn gezin. Die hebben een prachtig nieuw museum gemaakt. In Wiegen. Het Star Wars Museum. Komt alle kijken in april. Positieve kriebels krijg ik van mijn kinderen. Ja, het is altijd leuk om met ze te spelen. En ze uit te dagen. En met ze te sporten. 2020 ga ik zelf ook trouwen. Ja, dus daar krijg ik ook wel de kriebels van. Ook wel een beetje de zenuwen. Maar goed, dat hoort er ook bij. Dat zijn ook kriebels. En in Wiegen moeten we ook meer gaan bouwen. Daar worden ook tijd voor. Dat levert ook kriebels op. We moeten nieuwe plannen maken. En nieuwe plannen is altijd spannend. Ik kan ervan genieten als het met alle Wiegenaren heel goed gaat. En dat ze waarderen wat wij als gemeenteraad aan voorzieningen regelen voor ze. Als ze dat leuk vinden en waarderen, ben ik blij. Ik ben iemand die zijn hele leven heel veel gereisd heeft. Dus het zal niet verbazen dat prachtige reizen maken, in het bijzonder naar Azië, daar kan ik van genieten. Hou het dichter bij huis. Ik ben raadslid. Ik geniet van het politieke spel. En ook al zit ik in de oppositie en je niet altijd voor elkaar krijgt wat je wilt, daar geniet ik ook van. Nou, ik krijg de positieve kriebels van de saamhorigheid. Als ik met name ook kijk wat dat zeker in Wiegen nog is, de saamhorigheid. En dan zijn er een aantal zaken die er voor mij uitspringen. En dan denk ik met name ook aan de spontane hulp die voor Marco en zijn gezin op gang kwam.
naar zijn tragische ongeluk op de kermis. Met prachtig siervuurwerk, met een glaasje champagne in de hand, proosten op het leven met leuke vrienden die enthousiast zijn over een nieuw jaar. Enthousiasme, daar krijg ik de goede kriebels van. Van heel veel. Van vooral samen zijn, maar dan ook samen dingen oplossen, samen uitdagingen aangaan. En dan in eerste instantie natuurlijk met mijn eigen gezin, mijn vriend, mijn kinderen, mijn ouders en mijn lieve vrienden om me heen. Weet je wat ik nou zo leuk zou vinden? Een vuurwerkshow met z'n allen op de markt of bij het kasteel of aan de oevers van het meer. En dan vlak voor 12 aftellen, net als in Rotterdam, maar dan het Wiegers aftelmoment richting nieuwjaar. En dat we dan met z'n allen ook gewoon doneren. 50 cent of een euro, hebben we een geweldig feest. Drinken we een borrel, nemen we een oliebol, hebben we vuurwerk en zeggen we gelukkig nieuwjaar en is iedereen blij.